Ik ben Cindy Postma, teamleider van de Maritieme Academie Harlingen. En dat is precies waar we vandaag zijn met het Techniek Tastbaar evenement Harlingen. Zijn we op de campus van de Maritieme Academie. Ja, als je nou kijkt wat er hier om ons heen allemaal gebeurt, dan zie je dat er erg veel bedrijven zijn, met name ook uit de regio, die laten zien wat techniek is. En wat ik heel erg leuk vind, is dat leerlingen ook iets kunnen doen. Dus ze voelen de techniek. En er komen er toch honderden, en dat is altijd heel erg leuk als school, om ze zo binnen je muren te hebben. Nou, wij maken huisnummerbordjes. Die kunnen ze zelf frezen en dan kunnen ze lakken. Want dan kunnen ze buiten hangen in de regen en zo. Als je van de techniek houdt en je wil je daarvoor inzetten, dan heb je gegarandeerde baan. Om techniek tastbaar te kunnen organiseren heb je meer nodig dan alleen je eigen locatie. Het is ook echt een projectleider, andere scholen in de omgeving. We hebben een team samengesteld en daarmee hebben we dit van de grond getrokken. Ja, wij leggen de kinderen uit wat voor werkzaamheden dat we doen. En ze kunnen een proef draaien op de kraan, kijken hoe het eerst het gevoel er een beetje bij krijgen. Leg gewoon uit wat het bedrijf inhoudt en wat voor werkzaamheden dat we doen. Ja. Ik vond het hartstikke leuk en ik heb bij de boeren een grote paal met de kraan uit de grond getrokken. En ik heb gelast en ik heb met een accuboormachine al gaten geboord. En ja, het was heel interessant.